Harry en Caroline Jelies zijn onderweg naar hun eerste zwemles. Vader Johan neemt alvast de basisprincipes met ze door. Jullie gaan heel goed luisteren. Ja. En wat ook nog het geval is, niet bang zijn om je kop onder water te durven doen. Ja, dat durf ik. Gewoon doen. En zo diep mogelijk. Als de juf vraagt, wil je hoofd onder water doen, dan doe je hem zo diep mogelijk. Nou, dat kan ik al. En zo lang mogelijk. Zo dat diep en zo lang mogelijk. Dat kan ik heel lang. Goed zo, moet... jongen. Ik ook hoor. Ja, dat, maar dat... Maar dan moet ik me wel ergens aan vasthouden als het wel hielp. Nou, maar dat komt wel goed. Duidelijk verhaal. En Harry en Caroline kunnen het meteen in praktijk brengen. Met de douche. Als je naast bent, mag je op het trappetje gaan zitten. Op het trappetje. Caroline vond het heel erg spannend om de eerste keer. Kijk, Harry is al wat meer water gewend. En Caroline was iets, de drempel iets groter. 1, 2, 3. Wow, wat zijn dit kijkers. Oh, jij hebt het nog niet. Zal ik je even helpen? Kom dan. Kijk hoor, 1, 2 keer niet omraden. Wow, loop in mij, super. In Huize Jelies zit Janneke ondertussen ook niet stil, want als Harry en Caroline thuiskomen, moeten Aida en Jantine meteen door naar voetbal. En dan moet er ook nog samen gegeten worden. Het komt vast, komt. En je doet je best en meer kunnen we niet doen. En ik probeer het op regel te krijgen, maar als het iets niet lukt, dan lukt het niet. En daar ben ik wel makkelijk in. Ik ben opgevliegd, zeg maar. Maar om toch wat orde te scheppen in de chaos, heeft Janneke sinds kort een planbord. De eerste week heb ik zonder bord gedaan. Toen kwam iedereen op verkeerd tijdstip. Had ik iedereen door de war gehaald. Dus ik heb nu voor elke na dagen, wanneer ze trainen moeten, zaterdag zo laat ze aanwezig moeten zijn op de velden. Aan het eind van de dag, als iedereen op tijd bij voetbal is, bij zwemles, Joni gewoon gevoed, dan, en iedereen happy is, dan is het een geslaagde dag, denk ik zo maar. Toch? Ja! Ook voor Johan is de organisatie rondom een groot gezin een dagelijkse struggle. Maar hij vindt dat hij er nog goed vanaf komt. Ik moet geld verdienen. Voor Janneke is het nog veel zwaarder. Voor Janneke geldt op tijd de kinderen naar school. Op tijd babyvoeding. Op tijd afspraken. Zij logopedie of zij een doktersafspraak. En dan komt er nog bij eten koken. Want dat wil je ook op tijd hebben. En dan een boodschapje doen. Als er een wasmachine kapot gaat, dezelfde minuut hangt Janneke al aan de lijn. En 2 minuten later heb ik alweer een winkel aan de lijn. Want tijd om te repareren is er niet. We zien na de tijd wel wat die mankeerde. Maar die moet direct een nieuwe wasmachine komen. En dat is soms wel eens... Ja, dan moet je wel van goede huizen komen. Want het moet binnen een dag moet alles opgelost worden. Ja, maar ik hou er ook rekening. Bij de Jelies moet er gas op het avondprogramma. Want Aida en Jantine moeten zo op het voetbalveld staan. Maar de jongere kids lijken zich daar weinig van aan te trekken. Jongen. Wat heeft Harry gedaan? Laat maar kijken. Laat me nu 5 keer wel omhoog. Celine, Harry. Caroline, zitten. Harry, kijk mij eens even aan. Harry, Harry. Harry. Nee, stop. Rustig. Ik ben ook weer daar bij de maat niet. Maar ja. Ze moet in een stoeltje. Maar Weline gaat nou een stoeltje. Jij gaat nou zitten op je plek. Daar. Harry, jij zit hier. En ik zit daar. Ik ga stoppen namelijk. Jenny, daar zit Jenny. Nee, Jenny zit daar. Oh. Mag ik even Caroline? Wie wil de macaroni? Ik wil met suiker. Vader, wacht mijn bord, want over 20 minuten moet ik weg. Oh, heer Janneke. Je moet hem hoger even daar al zijn. Hij moet ook nog omkleden. Is het lekker, Caroline, Jantine?
Ja, ik ben vader. Is het lekker? Excuus. Ik heb zweet op je voorhoofd. Sorry, ik heb het warm, meid. Ik heb al boven die kookplaat gestaan. Janneke heeft het zichzelf ook niet makkelijk gemaakt. Ze heeft in korte tijd verschillende gerechten op tafel gezet. Vroeger, tot we nog een jongere gezin hadden, waren we heel erg van je eet wat de pot schaft. Maar dat hebben we wel losgelaten. Het is, als ik de mogelijkheid heb, dan maak ik eten klaar van wat iedereen lust. En als iemand het niet lust, maak ik wat anders voor ze klaar. Of, en als dat niet lukt, een broodje. Morgen weer een dag. Want dat gaan we niet meer doen. Nee, die strijd willen we niet. Die strijden we geen zin in. Nee. Als je nou in een land in Afrika, je hebt hongersnood en er is dan wat op tafel, dan moet je eten wat de pot schaft. Ja. Maar wij hebben het zo goed. Dus als iemand zijn zegt, zo gezegend met zoveel soorten eten, dus ja. Over het algemeen lust iedereen wel alles. Het is Jantine en eigenlijk ikzelf die hele moeilijke eters zijn. Voor alles wat we hebben gedaan. Bij de Jelies is het ondanks de krappe planning toch weer gelukt om samen te eten. Goedheid. Aan. Goed zo, jongen. Heel goed gedaan. En nu het avondeten erop zit, worden Aida en Jantine op het voetbalveld verwacht. Maar omdat Jantines training iets eerder begint, moet zij als eerste de deur uit. Jantine gaat nu alleen het trainen, maar ik probeer vaak wel bij... als ik kan, dan probeer ik bij train even te wezen. Maar het is eigenlijk een beetje een rare tijd. 6 uur is voor ons echt de drukste tijd, hè? Maar bij de wedstrijd ben ik altijd bij. Want omdat ik leider ben, dan moet je, dan ben je er gewoon bij. Hè? Ja, toch? Vind je het leuk? Gelukkig. Heel veel plezier, Jantine. De familie Jelies is een echte voetbalfamilie. Toch heeft Aida wel eens getwijfeld of gym niet beter bij haar past. Ik wou een jaartje geleden... Toen heb ik heel lang mijn moeder en moeder gevraagd of ik een keertje met gym mee mocht doen. Want dat vond ik eigenlijk wel net zo leuk. Maar voor gym zou het veel duurder zijn. Veel lastiger zijn met rijden en dat soort dingen. En uiteindelijk vond ik voetbal toch wel iets leuker. Nu de Jelies de dagplanning er doorheen hebben gedraaid en de jongsten op bed liggen, is er eindelijk een beetje rust. Janneke gaat wandelen en Johan doet zijn dagelijkse rondje langs zijn vele klusprojecten. Kijk, je ziet hier al het schilderstepen, hè? We zijn al druk bezig, hè? Maar hier heb ik, deze heb ik nou 2 keer in de grond. In de grondverf. Maar dit moet allemaal nog in de grondverf gedaan worden. Want het is nog hartstikke lelijk. En het moet nog gekit worden daar langs. Dus ik ben hier nog wel eventjes bezig. Ik was natuurlijk voor de zwangerschap druk aan het lijnen en aan het sporten en van alles aan het doen. En ik wist al wel van bij mij zwangerschap, ik groei weer, ik kom weer aan en ik moet nu gewoon, de kleine is er. En ik moet het gewoon weer oppakken. Wandelen s'avonds, voetballen weer, lijnen, uitkijken. En dat ga ik nu gewoon weer lekker doen. En tijdens Jannekes afwezigheid kan Johan lekker doorfantaseren over zijn ultieme droomhuis. Het liefst maak ik er een heel kasteel van. Met kantelen en alles erop en eraan. Dat meen ik echt, maar ja, dan word je weer voor gek verklaard. Maar ja, dat interesseert me eigenlijk ook weinig. Dus, ik vind het gewoon mooi om aan je eigen huis eraan te klooien en lekker aan te knutselen. Als je huis goed onderhouden is, dan ben je eigenlijk bij jezelf ook een beetje goed onderhouden.